Het is na 7 uur 's avonds op nieuwjaarsdag van dit jaar. De 44-jarige Rob Zweekhorst wordt tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten in de Dokkumerstraat in Berkel en Roderijs. Een in het zwart geklede man schiet van dichtbij 4 kogels af en vlucht daarna de wijk Meerpolder uit. Direct na de moord start de politie een groot onderzoek. Maar er wordt geen spoor gevonden dat kan leiden naar de dader. En de slachtoffer blijkt een heel normaal leven te hebben geleid en ook geen conflicten te hebben gehad. En dus denkt de politie dat de schutter hem voor iemand anders heeft aangezien. En die andere man, dat zou een buurtgenoot zijn die eerder met politie in aanraking is gekomen. Afgelopen weekend verscheen de weduwe van Zweekhorst in het tv-programma 1 Vandaag. Ze vroeg mensen die iets weten zich te melden bij de politie, want het onderzoek zit muurvast. Ik hoop dat er gewoon iemand is die toch ergens een greintje empathie in zijn lijf heeft zitten. En die zich realiseert dat dit gewoon niet kan. Dan vind ik gewoon van joh. Meld het anoniem, doe wat. Volgens justitie heeft de oproep nog geen nieuwe tips opgeleverd. De oud-buurtbewoner, naar wie eerder werd verwezen als mogelijk het echte slachtoffer, zoekt dit weekeinde via de krant ook de openbaarheid op. Hij zegt vandaag in het AD dat hij een gesprek heeft gehad met justitie en denkt dat de aanslag niet voor hem bedoeld was. De buurtbewoners weten nu niet meer waar ze aan toe zijn. Als je in de buurt loopt, dan merk je dat veel mensen niet voor camera iets willen vertellen. Maar buiten beeld hoor je toch dat een aantal van deze bewoners zich onveilig voelt. Kijk, die buurt die is nog niet over deze schok heen. En die vraagt zich af, als er nog iemand is in onze wijk die wellicht het slachtoffer had moeten zijn, wat staat ons dan nog te wachten? Is het veilig hier in deze buurt? Dus dat is een van de thema's waar we het vanavond met elkaar ongetwijfeld over zullen hebben. Of deze meneer wel of niet betrokken is, ik heb de informatie niet, ik kan daar niets over zeggen. Justitie en politie houden vol dat persoonsverwisseling het meest waarschijnlijk is in deze moordzaak.